Zo, dat is beter. Kom je? Dag maar. Nee, ik zie dat echt niet zitten. Kom, ik wil naar huis. Dat is voorlopig je nieuwe thuis. Oh, ophaling van voedselpakketten. Was dat vandaag? Oh, sorry, Veerle. Helemaal vergeten. Nee, ik kan hier helemaal niet weg. Dagmar komt vandaag en... Ja, vandaag. Wat? Ergens in de namiddag, maar ik wil met de mannen nog een taart bakken. Kwestie van Dagmar feestelijk te ontvangen. Ja, ja, spannend, hè? Ik hoop dat hij zich vlug thuis zal voelen. Ja. Oh, water vergeten. Oh, door, ik had open, kom. Oh, nee, het is niet tegen u, sorry. Vertel me verder. Waarom stuurt mijn vader mij naar de mensenwereld? Had hij niet echt geen andere straf kunnen verzinnen? Mensen en elfen, dat gaat toch niet samen? Dat weet toch iedereen? We hebben een hekel aan mensen. Hebben we dit nu niet allemaal besproken voor we naar hier kwamen? Hm? Hey, ik was niet de enige die aan de honingmijn heeft gezeten. Hè? Mijn vrienden die deden maar al te graag mee. Maar ja, ik ben wel de enige die ervoor gestraft wordt. Dat is echt niet eerlijk. Jij bent ook niet zomaar iedereen. Hm? Kijk, Mara, ik zal mij voortaan waardig gedragen. Ja? Hey, als zoon van de elfenkoning, als kroonprins. Ik doe alles wat je vraagt. Maar doe mij dit niet aan. Neem mij gewoon terug mee naar de tussenwereld en... Maar laat mij niet hier. Ja. Mara. Mensen, hè, dat zijn onuitstaanbare schepsels, hè. Je bent die denken dat ze het middelpunt van het heelal zijn. En ik moet van die mensen manieren leren. Ze zijn ook nooit tevreden, hè? Beetje zoals jij dus. Wacht eens even, Veerle. Nee, ik dacht dat ik de bel hoorde, maar dat kan helemaal niet, dus... Zeg maar. Maar nu hoor ik dat weer. Allee, ik ga toch eens kijken. Veerle, ik bel u straks wel terug. Ja? Da-da. Hebben jullie gebeld? Tja, dat is raar. Er hangt al jaren geen klepel meer in die bel. Lore Ranonkel? Ja. Mara Noberis. Van Kind en Welzijn. Aha. Dan zet jij Dagmar. Hallo. Jullie zijn wel te vroeg. Het is te zeggen, ik had jullie pas deze namiddag verwacht. Maar het is niet erg. Het is geweldig. Het is fantastisch dat jullie er zijn. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Ja, niet op de rommel letten. Ik was ervan overtuigd dat jullie pas vanmiddag zouden komen daarmee. Maar ga zitten. Maar echt? Ja, ik zie het al. Ik had eerst die ophaling van die voedselpakketten opgeschreven en daarna geschrapt. En jullie afspraak stond eronder met een pijltje naar boven. Maar dat pijltje dat trekt meer op een kruisje. Verstaat je? Ja, de mens zou voor minder zijn hoofd verliezen. Kunnen mensen hun hoofd verliezen? Maar jullie zijn er en dat is dus fantastisch. Maar als je het niet erg vindt, dan ga ik nu eerst de mannen wakker maken en ik kan mezelf een klein beetje fatsoeneren. Oké? Er is koffie, er is appelsiensap, er staan tassen boven in de kast. Je neemt gerust. Hè. Je bent hier nu toch thuis. En dag maar. Zeg je, hoe lang moet ik hier blijven? Tot je vader oordeelt dat je terug mag. En vergeet de afspraken niet. Vertel nooit aan een mens wie je bent. En ik mag niet verliefd worden op een mensenmeisje. Ik weet het. Het is belangrijk, Dagmar. De elfenvloek kent geen genade. Als je verliefd wordt op een mensenmeisje en je kust haar, verlies je je magische gave en kan je nooit meer terug naar de tussenwereld. Ik heb een beter idee. Neem mij gewoon terug mee en dan kan ik ook niks verkeerd doen.
Opstaan. Mama. Tenzij dat er UFO's geland zijn in de tuin, wil ik niet gestoord worden. Dagmar is hier. Nu al? Ja. Saartje, opsta. Mama, het is toch wel vakantie, hè? Hij is er al. Wie? Dagmar. Oeh, maar die zou toch pas vanmiddag komen? Foutje in mijn agenda. Hij zit beneden met die mevrouw van Kind en Welzijn op ons te wachten. Spannend. Mama, haar de schijf is weer aan het crashen. Boet. Ja. Wat is dat? Ik weet het niet. Misschien is het eindelijk zover. Wat is er zover? Het grote moment, Saartje. Het moment waarop de techniek in opstand komt tegen de mensheid. Je doet daar iets aan. Oké. Wat is dat? Ja, ik zou het niet weten. Echt. Oh, ik dacht echt dat we met huis en alles gingen opstijgen. Ja. Ik zie het al. Het is een kortsluiting in mijn elektromagnetisch rangeersysteem. Ach, de grote technologische revolutie zal toch niet voor vandaag zijn, hè? Het is niet de bedoeling dat je magische gaven gebruikt in het bijzijn van de mensen. Ik kijk wel uit. Ik hoop alleen maar dat hier een plek is waar ik af en toe eens mijn vleugels kan uitslaan. Sorry, Dagmar. Je vliegkunst ben je kwijt. Wacht, wat? Jij kunt toch niet zomaar mijn vliegkunst afnemen? Het is een beslissing van je vader, de koning. En trouwens, wat zou je er hiermee aanvangen? Zeg maar, allez, een elf die niet meer kan vliegen, dat is toch geen elf meer? Je redt het wel. Je bent goed voorbereid. Maar, en als die beseft dat ik niet ben zoals hen? Die mensen zijn gevaarlijker. Die zijn bloeddorstig. Er wordt veel van jou verwacht, Dagmar. Meer dan je op dit moment kunt vermoeden. Sorry voor het wachten. Saartje en Rinus komen direct. Maar jullie hebben nog niks genomen om te drinken. Intergalactische spion 33X roept spion 44X op voor een noodvergadering. Kom binnen, intergalactische spion. Het is zover. Onze lang verwachte gast is geland in onze atmosfeer. Ik ben klaar om hem te ontmoeten. Het evenwicht is eindelijk hersteld. De meisjes zijn niet langer in de meerderheid op planeet Ranonkel. Toch wel, hè? Als je rekent dat één meisje evenveel waard is als drie jongens. Mickey. Oh, ik hoop dat hij meevalt. Misschien kan hij wel helpen in het clubhuis. Jij altijd met die clubhuis. Als hij mij kan vertellen hoe ik mijn elektromagnetisch rangeersysteem kan optimaliseren, ben ik al lang tevreden. Oh nee. Laat hem alsjeblieft normaal zijn. Twee weken in huis, dat kan ik echt niet aan. Oh. Allee, kom in. Kom. Ik hoop dat hij er zich vlug thuis zal voelen. Ah. Ja, geef hem een beetje tijd om te wennen. Ik las in zijn dossier dat hij al van zijn vier op internaat zit. Ja, en dat is de reden waarom wij hem bij jullie plaatsen. Om hem voor te bereiden op een zelfstandig leven. En waar kan hij dat nu beter doen dan in een hecht gezin? Oh, maar als dat is dat hem nodig heeft, dan is hij aan het juiste adres. Oh, de mannen zijn er. Hallo. Dag maar. Aangename kennismaking. Heeft hij dat op internaat geleerd? Hallo, ik ben Vicky. Hey, mijn hand moet je niet kussen. Eigenlijk heet hij Rinus.
Ja, maar iedereen noemt mij Wiki. Je weet wel, zoals in Wikipedia. Maar eigenlijk heet hij Rinus. Wiki. Hallo, welkom. Hallo, welkom. En dat is Mara Noberis van Kind en Welzijn. Hallo. Wie wil er koffie, wie wil er thee? Ik zal wat croissants in de oven zetten. Oh, croissants, dat krijgen we anders nooit. Je vliegkunst ben je kwijt, maar je vleugels niet.